Dank u wel. Ja, ten eerste schrok ik wel een beetje van de heer Bontebal die het prachtige windparken noemde. Want ze zijn helemaal niet prachtig. Want algemene, of de Europese Rekenkamer heeft ook alarm geslagen over de nog niet bekende gevolgen voor alle bekende gevolgen voor de natuur van die verschrikkelijke Eiffeltorens daar in zee. En ook voor de visserij, maar ook voor de visstand. Dus zo prachtig vind ik ze niet. Maar het is wel een gewenste vorm voor sommige partijen van duurzame energie. Ja, uw vraag aan de heer Paternotte. En dus mijn vervolgvraag. Want u kunt straks de heer Bontebal nog bevragen. Ja, nee, maar ja. De heer Paternotte vindt ze ook prachtig, die verschrikkelijke dingen op zee. Dat is wel waar, ja. Ja, nou, ik geloof dat half Nederland zo niet meer ze echt afschuwelijk vindt. En niet nodig. Maar goed, even dat terzijde. Ik wou het hebben over die duurzame energie en isolatie van huizen. Want vorige week hebben wij een rondetafelgesprek gehad over verduurzaming van de woningbouw. En daar werd onder andere uitvoerig gesproken over de spouwmuurisolatie. En die nu eigenlijk een beetje op zijn gat ligt, omdat vleermuis beschermd moet worden. En dat zal ik heel kort even uitleggen. Vroeger mocht je met een cameraatje kijken of er vleermuizen waren. En dan kon je er iets aan doen. Die camera die mag niet meer. Er moeten nu flappen voor het huis worden gezet waar de vleermuis wel uit kan, maar niet meer in kan. De bewoner van het huis die moet een jaar lang ecologisch onderzoek doen voordat die spouwmuurisolatie kan gebeuren. De Vereniging Eigen Huis is gewoon gestopt met subsidies te geven aan mensen die hier of mensen te ondersteunen die het willen doen. En dit is dus weer een vorm van beleid van oké, we willen de vleermuis beschermen, hartstikke fijn, hartstikke leuk. Maar dit houdt nu die spouwmuurisolaties tegen. 10.000 huizen, werd ons voor gewaarschuwd, zullen de komende jaren gewoon niet meer geïsoleerd worden op deze manier. En mijn vraag aan de heer Paternotte is, want die wil eigenlijk allebei, hè? Die wil in die vleermuis beschermen, maar die wil ook de huizen isoleren. Maar wat vindt de heer Paternotte hier dan van? Want die isolatie ligt gewoon op schat zometeen. Heer Paternotte. Ja, voorzitter, ik wil graag met mevrouw Van der Plas afspreken dat ik over de effecten van vleermuizen op spouwmuurisolatie, dat ik daar in tweede termijn gewoon op terugkom. Want ik weet zeker dat ik dan echt een doorwrochter antwoord op die specifieke vraag kan geven. Ja, op zich ben ik het wel met haar eens dat er natuurlijk soms keuzes gemaakt moeten worden. Omdat je soms even bijvoorbeeld moet investeren in iets wat uitstoot kan veroorzaken, maar wat daarna zorgt dat er iets staat wat weer heel veel energie kan besparen. Net zoals dat zeldzame materialen over de wereld, als we niet willen dat we die allemaal uit China moeten halen, ja, dan zullen we die stromen moeten verspreiden. En dan zullen we misschien ook inderdaad dingen moeten doen zoals mijnbouw in Europa. Wat natuurlijk niet meteen een feest voor het milieu is, maar wat wel nodig is als je wilt voorkomen dat het op een nog vervuilende manier gebeurt, waar je vervolgens ook nog eens strategisch afhankelijk van bent. Dat soort moeilijke keuzes moet je soms maken. Maar is het goed, laat ik gewoon in de tweede termijn terugkomen op de vleermuizen in de spouwmuren. Dat wilde ik zeggen. Is dat goed, mevrouw Van der Plas, dat de heer Paternotte daar tweede termijn uw vraag wat uitgebreider beantwoordt? Zeker. Zeker is dat goed. Mijn tweede vraag aan de heer Paternotte was, heeft de heer Paternotte al afstand genomen van de wegblokkades van Extinction Rebellion? Heer Paternotte. Ja, dat heb ik een paar keer gedaan. En dat komt omdat je gewoon niet een snelweg moet blokkeren als je demonstreert. Dat is ook volgens mij de reden. Hè, want de politiebonden hadden opgeroepen aan politici om naar die demonstratie toe te gaan. Dat mijn partijleider daar ook is geweest en dat ook heeft gezegd tegen mensen die daar demonstreerden. Ze demonstreren daar natuurlijk voor een heel lovenswaardig doel. Maar het maakt voor mij niet uit of je nou boer bent met tractoren en hooibalen op de snelweg. Wat je niet moet doen. Of dat je dat doet als je van Extinction Rebellion bent. Ja. Tot slot, mevrouw Van der Plas. Ja, want aansluitend daarop, want ik kan me herinneren dat de heer Paternotte tijdens de tijd van de boerenprotesten een grote schande sprak over de wegblokkades. Keer op keer op televisie, op radio, op social media. Het was een grote schande dat het gebeurde. Toen ook opriep dat de politie gewoon harder moet optreden daartegen. Harder moest optreden tegen boeren die de weg blokkeerden. Vindt de heer Paternotte dat nu ook met klimaatactivisten harder optreden, zodat ze niet meer kunnen zorgen voor die blokkades op de weg? Heer Paternotte. Ja, voorzitter, ik constateerde dat het heel erg moeilijk was voor de politie om op te treden. En de reden waarom ik er zo boos om was, dat is niet alleen vanwege die wegblokkades. Het waren op snelwegen natuurlijk door heel Nederland. Hè. Het was niet steeds hier bij de A12, maar het was door heel Nederland. Er kwamen brandstichtingen bij, er kwamen hooibalen bij, er kwamen asbestdumpingen bij, kankerverwekkende stoffen die op de snelweg werden gedumpt.
Ja, dat is, je moet een snelweg niet blokkeren. En of je dat nu doet voor een vreedzame demonstratie of met groot materieel, je moet het allebei niet doen. Want heel veel mensen hebben dat nodig. Daar hebben we ook voorbeelden van gezien. Dat iemand die naar het ziekenhuis moest en die toch moest stoppen en het even duurde voordat hij erdoor kon. Daarom moet je dat niet doen. Daar zijn we het over eens. Maar ik vond het heel pijnlijk. En ik denk dat veel mensen dat zien, dat bij Extinction Rebellion het voor de politie natuurlijk een stuk makkelijker is om op te treden. Omdat mensen daar niet met het grote materieel komen. Dat er veel meer mensen gearresteerd konden worden. Zelfs een keer mensen van tevoren van hun bed werden gelicht. Terwijl het zo ongelooflijk lastig was om te kunnen handhaven op het moment dat mensen met brandstichtingen en met grote trekkers daar zijn. Terwijl ik vind dat er in beide gevallen moet kunnen worden opgetreden. En dat het in beide gevallen voor de politie te doen moet zijn. Want voor de politie is dit een enorm beslag. Er moeten mensen uit het hele land komen nu naar Den Haag. Net zoals vorige zomer de politie gigantisch veel tijd en energie kwijt was. Waarvan ik liever heb dat ze die kunnen besteken in boevenvangen. Ja, heel kort nog. Ja, heel kort, want de heer Paternotte die haalt de brandstichting en asbestdumping erbij. Daar zijn mensen gewoon voor veroordeeld. Ze zijn terecht opgepakt. Die hebben boetes gekregen of taakstraffen of wat dan ook. Groot deel van die mensen waren niet eens boer. Dat waren gewoon mensen die zich daarbij hadden aangesloten. Dus dat vind ik een beetje flauw om dat erbij te halen. Want het ging mij om de wegblokkades. Omdat de heer Paternotte expliciet wegblokkades had genoemd om daar strenger tegen op te treden. En dan, ik ben dan van gelijke monniken, gelijke kappen. Dan moet diezelfde oproep in mijn beleving eigenlijk ook gelden voor klimaatactivisten of welke activisten in het algemeen of welke mensen in het algemeen die wegen blokkeren. Helder. Daar is het, de heer Paternotte het hopelijk wel mee eens. Ja, voorzitter, ik zeg toch ook hetzelfde over beide. Ik zie eerlijk gezegd niet helemaal waar mevrouw van der Plas nu naar zoekt.